Frits Nieuws. Mijn naam is Simon Stuur. En naast mij zit zoals altijd... Pieter Pedaal. En we kijken eerst even bij David in de hokken. De F1 van Fiat die staat weer mooi bij vandaag. Lekker rood. Ze hebben net even een nieuw kleurtje gegeven. Coureurs worden nu binnengebracht met deze Uber. Oké, we kijken nu even bij het team van MC Laren. Nou, je ziet het wel. Er staat David op een cockpit, want de monteurs hadden nogal wat problemen om de naam van de coureur te onthouden. Zodoende kunnen ze dus zien wie er in die auto zit. Nou, bij Ferrari hebben ze ook wat nieuws. Op dit moment is er niemand aan het werk. Ze hebben namelijk een vrije dag. Ik heb laatst nog even met die gozer in de kroeg gezeten. En die heeft even uit de haar fijn uitgelegd waarom dit pilletje voorop zit. Om een beetje die vibraties die door het hele apparaat heen gaan, om die een beetje te voorkomen. Want die coureurs die krijgen enorm last van hun balzak door die enorme trillingen de hele tijd. Williams, ja, gaat de laatste tijd natuurlijk nogal goed met dat beest wat ze erop op het ding hebben. Maar kijk daar eens, kijk, blauw, allemaal blauw gespoten. Vorige week was het nog rood. Dat snap ik wel, dat is echt een stukje design hier. Ongelooflijk, de vlammen erop. Dus kijken we even wat verder. Ja, de gordelding is ook vervangen. De gordel is nu gewoon een open dingetje, waardoor je het naar buiten doet. En de monteur draait het vast. Het gaat door hier naartoe. Hij trekt aan het pikkie ervoor. En vervolgens dan klappen hier de vlammen eruit, joh. Het regent nu een beetje, dus we moeten nog even wachten tot we daadwerkelijk echt die vuurzee kunnen zien. Kijken we even nog bij Jordan. Nou, Jordan ook. De mensen hadden allemaal vrij hier, maar kijk nou even hier. Dit zijn de nieuwe remschijvers. De nieuwe remschijvers die ze hebben voor Prikkie trouwens. Voor Prikkie hebben ze die opgehaald. Hadden ze dus even lekker meegenomen. Maar kijk nou dan. Wat hier, kijk, met het spruitstuk daar. Oh, ja, het regende dus nogal hard. Dus daarom hebben ze bij Benetton, hebben ze de auto's blauw gemaakt. Hij neemt het nog even af. Durft hem bijna niet aan te raken, want die verf zit er net op. Jammer dat het nu weer nat wordt. Maar... kijk, het spruitstukje, daar hebben ze een turbootje op gezet. Die hebben ze even lekker opgekieteld. Deze twee mannen hebben dat deze week even besproken. En kijk. Hij neemt even de laatste handleiding door van hoe werkt het ding ook alweer. Waar zit alles? Dan gaan we even kijken bij Hill. Want Hill heeft namelijk een nieuwe cockpit gekregen. Hij heeft nu iets waarmee hij zijn armpje naar buiten kan hangen. Kijk, de gordel kan wel weg dus, want hij moet zijn armpje naar buiten hebben. Even het ene stapje verder. Dit is de Powerflux Condensator 3000. En die is bedoeld om die maximale wielspin een beetje te compenseren. Extra luchtflappen hier in de zijkant. En bij Repsol... Welk team is dit? Oh, Arrows. Ja, Arrows die hebben een nieuwe achtervleugel. Ze hebben nou gebleken dat die achtervleugel van de vorige Grand Prix niet voldeed. Zo, dit is de toekomst van automobiliteit. Ja, carbonen dragers voor de vleugels. Stuart heeft een nieuwe neus. En ze hebben ook een nieuwe sponsor. Ze gaan nu namelijk met drank op rijden. Ja, de nieuwe sponsor heeft gezegd, weet je, alles leuk en aardig. Jullie kennen ons sponsoren, maar moet je wel met drank op gaan rijden. Daarom is die vleugel vernieuwd, zodat hij meer kan hebben. Kijk, hier is een extra flappie. Zodat hij beter ergens bij op kan rijden en geen schade heeft. Kijken we hier nog even onderaan het vleugeltje. Kijk, dan zakt hij nooit helemaal naar de bodem. En dat is nog wel eens lastig natuurlijk. Kijk, hebben we een nieuwe coureur hebben ze gevonden. Overal wilde die niet aan, dus hij heeft gewoon zijn regenjas aangehouden. Zo erg was het eraan toe met het weer. Die oude hebben ze dus weggestuurd. Die zit nu hier met een persconferentie te geven aan allemaal fotografen. Hij heeft gezegd van, ik kom dus niet meer. En hier, Mika Salo heeft gezegd, nou weet je wat, laat hem gewoon lekker oprotten. Die gast hebben we hier niet meer nodig. Kijken we nog even bij het team van Prost. Ja, dit zat nog allemaal in, dit is net uit de fabriek, joh. Dit is allemaal nog ingepast, hartstikke nieuw spul. Wordt vandaag ook niet meegereden. Dus ze laten meestal even 2 weken rijpen in de garage. Ja, en bij Bar hebben ze toch maar gezegd van, nou, laten we maar gewoon een monteur erin zetten, want die coureur die pakt er toch helemaal geen donder van. En hier hebben ze ook weer een nieuwe sponsor, Run Free. Run Free, dat is het motto.
Dat is een motto wat ze ook gebruiken in de Formule 1. Free bleeders heb je tegenwoordig. Nou, ze hebben hetzelfde, alleen dan met de kerosine.